Hoe is het in Heerenveen? Nou, het is hier een groot feest, want vandaag is de Friese Derby. En als je een beetje een voetbaljournalist bent, moet je er minimaal één keer bij geweest zijn. Kun je mij een beetje uitleggen wat het nou is met die derby? De 30 kilometer verderop. Wat is dat al? Ik heb werkelijk geen idee. Ik kom hier vooral voor de voetbal. Oppassen voor iedereen die geen Heerenveen shirtje aan heeft. Moet je voor oppassen? Moet je voor oppassen. Ja, gezonde haat. Lekker muziekje. Heerlijk, ik woon hier. Ik vind het verschitterend. En Cambuur en Heerenveen hebben dat eigenlijk altijd gehad. Beetje, dat hoort er ook een beetje bij voetbal, toch? Wel op een normale manier. Als je mij vraagt wel, maar soms loopt het wel ietsjes uit de hand. Hier achter mij echt een heleboel geweldige Heerenveen supporters. Die zijn hier al vanaf een uur of negen voor een bierontbijt. Die zijn aan het zingen, ze hebben vuurwerk en die gaan zo meteen naar het stadion lopen. Dat noemen ze de Corteo. Toch, wat is er toch mis met 30 kilometer verderop? Het is de harde kern die daar wat problemen mee heeft. Valt mee. Als je nou iets positiefs over Leeuwarden moet zeggen? Ze hebben een leuk centrum. Henk de Jong. Ah, dat vind ik lief. Ja. Kan me niet er binnen schieten. Cambuur doet zijn best. En ik hoop de jongen ook weer gezond wordt. Ja, ze hebben wel een goede sfeer, maar niet zo'n sfeer als wat wij hebben. Henk de Jong? Ja, Henk, ja, dat is een legend. Prima gast. Stadion. Ja? Ja, serieus. Win je verder ook geen wedstrijd mee? Nee, dat klopt. Daarom hebben wij een ongezellig stadion gaan met 4-0 winnen. 3-1. Voor? Heerenveen. Ik denk 2-0 voor ons. Heerenveen. Mag ik u feliciteren? Wat een wedstrijd. Het had nog 2-2 kunnen zijn, maar die enorme redding van Noppert. Wij riepen altijd Noppert in oranje. Noppert gaat nu naar Qatar, maar Noppert is ook de eerste keeper. Jij moet je morgen melden. Ja, ik ga zo mijn tas even pakken hier en dan ga ik lekker naar huis toe. Ik ga zo nog even naar boven naar mijn familie. Het is de laatste wedstrijd van het seizoen, behalve voor de heer Noppert. Die mag nog even aan de slag. De rest gaat natuurlijk, neem ik aan, feest vieren in de stad. Met Kees voorop, of? Ja, we gaan wel even een klein boltje drinken. En soms komen er wel die hele kleine shotjes voorbij. En dan kom je in iets andere hoedanigheid thuis. De trainer zegt zelfs, ik ga aan de shotjes. Eén positief ding over Cambuur of over Leeuwen. Oh jee. Ik ben geen rotte appel alleen. Ja. Ze kregen een nieuw stadion, dus laten we hopen dat daar een goede sfeer is. En dat is er in dit stadion dat ze dat meenemen. Ja, wij zijn 47 jaar seizoenkaarthouder bij Heerenveen. Maar ik weet de opstelling van Cambuur. Ik weet alle wisselspelers. En ik gun Cambuur het allerbeste. Alleen niet tegen ons. Vandaag hebben de gebroeders Ankers een heerlijke zondag. Ja, dankjewel. En we gaan nu naar het café. Heerenveen, u is Heerenveen.